Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vandaag een handleiding voor het Ik Ben Pilot project gelanceerd. De handleiding is het resultaat van 2 jaar voorbereiding van het platform Ik Ben. Op 20 november 2017 heeft het ministerie in verband met de Internationale Dag van de Rechten van het Kind een officiële doorstart gemaakt met het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk Ik Ben. In dit netwerk zijn verschillende ministeries en het maatschappelijke middenveld vertegenwoordigd. Samen werken zij aan een gerichte aanpak van aspecten die betrekking hebben op de veiligheid van kinderen in het hele land en de monitoring van hun leefomstandigheden. Het platform zal met de handleiding 15 cases volgen. Minister André Misikaba benadrukt dat alleen door te investeren in kinderen de toekomst van Suriname gegarandeerd is. En ik denk dat wanneer we zien dat 6 ministeries en 6 ministers, dat is bijna 40% van de Raad van Ministers, zich gecommitteerd hebben om samen te werken in het belang van de jeugd, wanneer de First Lady erbij is, wanneer de voorzitter van DNA erbij is en andere exponenten van civil society, dan denk ik dat we teruggaan naar de community die een child opbrengt en opvoedt. Het project wordt financieel ondersteund door de UNICEF. UNICEF Program Manager Patrick Matala zegt dat statistieken hebben aangetoond dat Suriname hoog scoort als het aankomt op geweld tegen kinderen. You know that 47% of children have experienced physical violence at the primary school? Do you know that 81% of children has experienced at least one form of violence within the household? Do you know that 74% has experienced psychological violence within the household? Do you know that approximately 8,014 children mentioned that they were victims of sexual abuse by adults and other children? According to the recent Suriname mixed data developed in 2018, 87.3% of children aged between 14 years experienced physical punishment and or psychological aggression by caregiver and discipline method. UNICEF programmanager Patrick Matala vandaag bij de lancering van de handleiding voor het Ik Ben pilotproject. De launch vond plaats in het Lalaroek gebouw.